We lezen met elkaar uit het Lucas-evangelie. Maar voordat we dat gaan doen, eerst een paar woorden uit een psalm, uit de 33e psalm. Want het lijkt alsof die Romeinse hoofdman daarvan geweten heeft van dit lied. Ik weet dat natuurlijk niet, maar hij had er wel geloof in. Uit de 33e psalm, de versen 8 en 9. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen, voor de Ik Ben die ik ben. Laat alle inwoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Dat is niet angst, dat is ontzag en vertrouwen. Want hij spreekt en het is. Hij gebiedt en het taat. Tot zover. En dan het Evangelie, het Lucas-evangelie, het 7e hoofdstuk. En daar lezen we vanaf vers 1. Daar lezen we, nadat Jezus al zijn woorden beëindigd had ten aanhoorde van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat u dat voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga en hij gaat. En tegen de ander: kom en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Tot zover. Ik stel voor dat wij nu gaan zingen met elkaar uit gezang 47 en daarvan de versen 2 en 3. Gezang 47 en daarvan de versen 2 en 3. Maar ik wil eerst even de kinderen uitnodigen om naar voren te komen. Nou, misschien hebben jullie wel gedacht dat het schoolbord iets voor jullie was, maar dat is vanochtend niet voor jullie, dat is allemaal vanochtend voor de grote mensen. Die moeten soms ook nog wat leren. Dus ik ga jullie iets anders vertellen. Wie weet hoe onze koning heet? Hoe heet onze koning? Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander. En stel je nou eens voor, hij is wel eens in Amsterdam, hè? Hij is eigenlijk wel heel vaak in Amsterdam. Dan zijn er belangrijke gasten uit het buitenland of er is iets anders. Hij is wel geregeld in Amsterdam. Maar stel je nou eens voor, op een dag is hij in Amsterdam
en hij staat ineens bij jullie aan de deur. Hoe zou je dat vinden? Heel raar. Heel raar. Ja, heel raar. En waarom vind je dat nou zo raar? Waarom is dat nou raar? Omdat hij de koning is en wij zijn gewoon burgers. Hij is de koning en wij zijn maar gewone mensen, ja. Maar hij is ook een gewone man, maar toch, omdat hij koning is, verwacht je dat natuurlijk niet, dat hij bij jou aan de deur staat. Stel je voor, kijk even naar jullie, stel je voor, de koning staat voor de deur. En hij zegt, ik wil jouw slaapkamer even zien. Hoe zou je dat vinden? Leuk. Leuk, precies. Leuk, dat dacht ik al. En zou je dan ook nog even denken van, heb ik hem wel goed opgeruimd? Zou je daar ook nog even aan denken of niet? Ja. Ja, hè? Dan denk je ineens, als hij nou maar een beetje opgeruimd is, die slaapkamer. Maar hij zegt, dat maakt niet uit. Ik wil hem gewoon even zien. Dat zou leuk zijn. Dat zou je van zijn levenste dagen niet meer vergeten. Denk ik. Hè? Heel apart. Nou, weet je, wat eigenlijk heel bijzonder is, dat denken we niet altijd aan. Wie is onze koning, behalve Willem-Alexander? De Heere God. De Heere God, de Heere Jezus. En die wil zomaar elke dag bij ons in huis zijn en zelfs op jouw slaapkamer. Hoe dan? Hoe dan? Hoe wil hij daar dan zijn? In je hart? Ja, dat is nog dichterbij. Dat is mooi, daar wilde ik naartoe. Maar het is altijd met jullie zo. Jullie halen me altijd in. Dan wil ik nog een verhaaltje maken. Hij wil in je huis zijn, in je slaapkamer en nog dichterbij in je hart. En wanneer komt hij zo dichtbij? Maar heel af en toe of even kijken. Als je met hem bidt. Als je met hem bidt. Prachtig jongen, als je met hem bidt. Want Jezus zei, als jij dat doet, je gaat naar je slaapkamer en je bidt, dan ben ik daar ook. Hoef jij niet heel hard te roepen door het plafond heen, dat kan ook niet. Ik ben er gewoon. En ik hoor je. Dat is mooi. Daar denk je niet altijd aan. Maar het is wel heel goed om daaraan te denken. Ik hoop dat jullie een fijne morgen hebben. Dag.
In antwoord op de verkondiging zingen wij de 27e psalm, het vijfde en het zevende couplet. De 27e psalm, het vijfde en het zevende couplet. Gemeente van Christus, broeders, zusters. Het is eigenlijk een prachtig verhaal, hè? Zo'n Romein in Capernaum, hoofdman over 100, belangrijke meneer, hoorde bij de elite, zo gezegd, die zich intussen daar geliefd had gemaakt. De vijand, maar op de een of andere manier geraakt door de God van Israël. Hij heeft ons volk lief. Dat is best bijzonder hoor, voor een Romein, want Romeinen hadden een bloedhekel aan Joden. Die twee die konden helemaal niet met elkaar door één deur. Dat verdroeg elkaar niet. Dus wat hier gebeurd is, het staat er niet allemaal, maar wel iets bijzonders. Hij heeft ons volk lief. En het heeft ongetwijfeld iets te maken gehad met dat hij op de een of andere manier is geraakt door de God van Israël. Die goden waarmee hij was opgevoed, grootgebracht. Hoewel ze deden er ook niet zo heel veel aan, die Romeinen in de regel, aan die goden. Dus misschien wel gewoon een beetje een seculiere meneer. Maar toch, hoe dan ook, ik weet het niet, geraakt. De God van Israël. Niet de God die jezelf schept en neerzet, maar de God die van zich laat horen op zo'n manier dat je doordrongen raakt. Hij leeft. Hij spreekt. Hij sprak. Dat je een open oor krijgt, een open hart. Dat datgene wat hij op zijn hart heeft voor jou open gaat. Dat er iets ontstaat tussen hem en jou tot je stomme verbazing. Je was er niet bij opgevoed, maar het dringt ineens tot je door. Het is geen verhaaltje. Van een paar anderen, in dit geval zo'n volk, zo'n volkje van Joden. Nee, wat zij er ook van maken, God zelf. Die was zijn leven binnengekomen. En op zo'n manier dat toen er een nieuwe synagoge gebouwd moest worden in Capernaum, hij een enorme donatie had gegeven. Dat kon hij ook doen, maar hij deed het intussen ook maar. Doe je niet zomaar. En als een slaaf ziek is, dan denk je, ach, is maar een slaaf. Nee, dan gaat het hem aan zijn hart. Dat is een mens. En hij waardeerde hem. Zo staat er. Dat is op zich al heel apart. Een Romein die zijn slaaf waardeert. Die hem ziet als een mens. En hem eigenlijk behandelt als een zoon. Want als hij ziek is, dan zegt hij niet voor jou een ander. Maar dan doet hij er alles aan om op de een of andere manier deze man te helpen. Hij wil hem niet kwijt. Het gaat hem aan zijn hart. En daarom stuurt hij een paar en daarom stuurt hij een andere slaaf erop uit naar Jezus. Dat heeft hij dus ook van vernomen. Ja, en wat hij nou precies allemaal geweten heeft, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Hij heeft iets begrepen van het feit dat God blijkbaar in Jezus, in Yeshua, zeg maar reddend onder Israël verschenen was. Ongetwijfeld zal hij iets van de belofte van de Messias hebben vernomen. En wat hij er allemaal precies wel of niet van moest denken. Ja, hij zal heus niet overal een antwoord op hebben gehad. Maar één ding drong tot hem door. Als er één is die kan helpen, dan hij. Vandaar.
Ik vind hem een mooie man. Ook een goede man. Hij is van de omgang met de God van Israël niet minder geworden, integendeel. Een mens. Royaal. Ruimhartig. Vrij gevig. Maar ook met hart voor de mensen om hem heen. Het is dan ook niet raar dat als die slaaf bij die oudste van Israël het neerlegt, hij durft blijkbaar zelf het net niet helemaal aan om naar Jezus toe te gaan. Ja, wie ben je ook als slaaf van de Romeinse hoofdman? Dus via via, die oudsten, en dat is natuurlijk ook heel ongewoon, dat die oudsten dan zeggen: hij is het waard dat u dit voor hem doet. Hij verdient het gewoon. Hij verdient het. En het om die reden indringend aan Jezus vragen. Het is wel een Romein, maar hij verdient het. En weet u wat ik zo mooi vind? Dat Jezus dan niet zegt, ja hallo zeg maar. Er is natuurlijk niemand die iets verdient. Dat zegt hij niet. Hij dingt daar niet op af. Hij laat dat gewoon allemaal staan. Blijkbaar is Jezus er niet op uit om iemand slechter te maken dan die is. Dat zou ook onzinnig wezen. Toch? Dus het is allemaal gewoon, ja, zoals hier wordt gezegd. Een mens, Romein, in aanraking gekomen met de God van Israël. Een man die daardoor zo veranderd is dat je zegt, zo'n kerel. Waren ze maar allemaal zo. En hij verdient het. Hij verdient het, Jezus, dat u naar hem omziet. Apart genoeg, we lazen het, staat de man er zelf net een beetje anders in. Die zegt niet, ja natuurlijk, natuurlijk. En wat mooi dat anderen dat ook zien en daar dan een beroep op doen. Maar die man zelf. Ik ben niet waard. Vandaar dat ik ook niet zelf ben gekomen. Ik heb een slaaf gestuurd. Ik ben niet waard dat u bij mij onder dak zou komen. En ik heb niet het gevoel dat die man daar een beetje vroom staat te overdrijven. U wel? Nee. Je hebt ook van die mensen die vinden dat je dat altijd hoort te zeggen, weet je wel. Nee, een mens heeft het niet verdiend en je bent het echt niet waard en zo. En wat zijn we? We zijn helemaal niks. En dan vraag je aan zo iemand, oh ja, hoe zit dat dan precies? Vertel eens. En ja, dan blijkt het dan blijkt het enkel woorden geweest te zijn. Ik weet dat mijn vader een keertje vertelde dat hij bij iemand op bezoek was. En die zei, oh dominee, ik ben toch zo'n grote zondaar. En dat zei die persoon altijd. Toen zei mijn vader, nou, ik ga ervoor zitten en vertel maar. Wat is er allemaal aan de hand? En toen kwam er helemaal niks. Dat heb je wel eens, hè? Orthodoxen zijn er erg goed in om te zeggen dat we een enorme grote zondaar zijn. En dan vraag je, hoezo dan? En dan zijn we ineens allemaal ontzettende brave burgers. En ook nog keurige, degelijke kerkmensen. Deze man die meent het volgens mij. Ontzettende goede man. Intussen door de omgang met God heen ook echt een ander mens geworden. En toch, ik ben niet waard. En niet als vrome praat, want daar was hij niet bij opgevoed, bij vrome praat.
gewoon eerlijk, recht toe, recht aan. Ik ben niet waard. Als ik kijk naar mezelf, hij keek blijkbaar net een beetje verder dan al die mensen om hem heen. Als ik kijk naar mezelf, ben ik niet waard dat u bij mij zomaar over de vloer komt. En dan ook nog naar me omziet en die slaaf van mij geneest. En hoe zit dat nou precies? En dan kom ik even naar beneden toe. Want ik wil u vanochtend iets uitleggen waarvan ik hoop dat u het voorgoed onthoudt. En dat het ook ze maar raakt. En dat je daar van de week, mag ik het zo zeggen, met het oog op de viering van het avondmaal, daarvoor voor Gods aangezicht goud eerlijk over wordt. Ophoudt met gepraat, erover heen praten en met vroom praten. Want daar zijn we ontzettend goed in. Dat we over de dingen heen praten en dat we vroom zitten te praten. En intussen eigenlijk niks zeggen. En ons leven niet echt aan het licht kan komen. Het niet echt eerlijk en open wordt. Goed, ik kom nu naar beneden. Ik hoop dat u het allemaal een beetje kunt zien. En ik kom niet voor de aardigheid natuurlijk naar beneden. Ik kom nu naar beneden omdat ik hoop dat u vanochtend iets leert wat u nooit meer vergeet. Daarvoor doe ik dit. Ik ga u even vragen. En ik vraag het maar even hier aan deze meneren hiervoor. Want ze zijn allemaal hele goede mensen. Ik vraag even, gewoon wees nou eens eerlijk en geef jezelf, zonder vrome praat, een cijfer. En maak het niet beroerder dan het is, wees gewoon eerlijk. Geef jezelf eens een cijfer. Zo in het leven van elke dag. Een 6? Nee, dat geloof ik niet. Breng je het er echt zo slecht vanaf elke dag? Even gewoon afgezien van God in het leven van elke dag. In het ziekenhuis een 6? Heb je slechte beoordeling, denk ik, bij het evaluatiegesprek. Geef nou eens een eerlijk antwoord. Ja, hè? Het ziekenhuis hoger. Kijk, nee, ik had hier een club, die waren heel eerlijk, die mensen. Een zoekerskring, de Bijbel, de Pijs. En die mensen gaven zichzelf gewoon een 8. 8, 8,5, een 9 en 1 gaf zich een 7,5. Dat vind ik nog eens eerlijk. Want wij gaan in de kerk natuurlijk altijd een beetje vroom zitten praten, wat ik net al zei. Maar wees nou gewoon eens eerlijk. Zo beroerd is het toch ook niet? Ja, misschien af en toe eens een keer. Maar in de regel. Gewoon in het leven van elke dag. En dat is ook heel mooi trouwens, hè? En laten we het nou niet al te gek maken. Maken we er 7,5 van, goed? Maar het is ook wel eens een keertje echt heel goed, een 9. En ook wel eens een keer iets minder. Misschien eens een keer een dag een 6, omdat het niet helemaal, ja, je zat niet helemaal lekker in je vel. En gewoon ook in de omgang met andere mensen, dan ben je toch niet voortdurend aan het liegen en bedriegen en weet ik niet wat al. Althans, dat mag ik aannemen. Geef jezelf eens een eerlijk het cijfer. Dat is toch niet heel raar, die 7,5? Of zeg je, nou, dat is echt van de gekken om mij een 7,5 te geven. Zwaar onvoldoende bij mij. Ja, broeders? Eerlijk? Oké, nou dan zal dat voor u ook wel gelden, want zij vertegenwoordigen de gemeente. Ja, zo is het. Goed. Een goed mens, die Romein. Een goed mens. Hij verdient het. En het was niet uit de lucht gegrepen. Hij had het volk van Israël had hij lief. Had een enorme donatie gegeven om die synagoge te bouwen. Een goed mens. En Jezus doet er niets van af. Er gaat van die 7,5 niets af. Hij gaat ons niet slechter maken dan we zijn.
En dat is ook onzin. Dat is ook de boel bedotten en bedriegen. Hij haalt ons niet extra naar beneden, echt niet. Maar nu, die hoofdman, die zegt, ik ben het niet waard, zelfs niet. Ik durf niet eens naar u toe te komen en dat u bij mij over de vloer zou komen, ik ben het niet waard. Ik verdien het niet. Waar haalt die man dat nou vandaan? We hadden het erover met die mensen op bijbelwijs. Toen zei ik, die man die keek net ietsje verder dan de rest. Die man die had intussen iets begrepen van de Torah, van God. En die man die was zo eerlijk om, behalve dat hij gewoon heel goed en positief door het leven ging, om eerlijk te kijken in de spiegel. En niet alleen maar zichzelf een 7,5 te geven, maar ook nog eens even voor Gods aangezicht zich af te vragen hoe het er nu echt voor stond tussen hem en God. Daar staat hier niet een lang verhaal over, maar dat hoor ik in zijn woorden. En toen heb ik met die mensen, die ja, niet vanochtend hier zijn, maar intussen wel aan het zoeken zijn, openheid hebben, heb ik gewoon de 10 geboden even doorgelopen. Want mensen zeggen heel vaak, nou als je de 10 geboden doet, goed, dan doen we die even. De 10 geboden. En toen heb ik tegen ze gezegd, het eerste gebod, geen andere goden. Hij nummer 1, altijd en overal. En toen schudden ze allemaal met hun hoofd. Niet je eigen idee over God. En toen zaten ze ook al zoiets van, nou dat haal ik geloof ik niet helemaal. En je leven in lijn met de naam van God. Dat zoals God heet, barmhartig, genadig, geduldig, dat in jouw doen en laten tot uitdrukking zal komen. Dat jouw leven niet met hem vloekt. Want een vloek over je lippen, dat weten we allemaal wel. Maar dat zijn naam geheiligd wordt. Ja, soms wel, misschien een beetje, maar soms ook weer niet. We wisten het niet precies. En dan die ene dag voor hem. Tuurlijk, heerlijk, gewoon het weekend, een dag voor jezelf, maar dan ook nog met hem en daarvan genieten. En die vader en moeder, tuurlijk, daar mankeert ook het nodige aan, maar aan mij ook, allemaal haken en ogen. Het is niet zomaar volmaakt in ieder geval. En dan, je zult niet doden. Nee, niemand had volgens mij van die mensen die daar zat ooit een moord gepleegd, maar ze begrepen allemaal, ik hoef niet eens uit te leggen wat er staat in de Heidelberger catechismus. En iemand zei het ook gewoon hier uit de buurt. Ja, maar dat doe je natuurlijk ook met je ogen. Als blikken konden doden, precies, zei ik. Ze snapten het gelijk, dat het toch iets meer om het lijf had dan alleen maar de vraag of je iemand wel eens van het leven had beroofd. Doden. Hoe dodelijk kan ons gedrag niet zijn naar elkaar? Het breken van de echt, van de trouw. Dat snapten ze ook allemaal. Niet telen. Dat was even denken. En toen heb ik zijn handje geholpen dat je de ander ook zomaar tekort kunt doen van dat wat je ontvangen hebt. In hoeverre mag een ander daarin delen? Stelen. Ben je een goede rentmeester? Oh ja. Oh, dat verandert de zaak. Een vals getuigenis, dat is niet alleen maar liegen, dat doen we trouwens allemaal, hè, als het ons uitkomt. Of jij niet. Wie liegt hier nooit? Steek je vinger eens op. Maar het is veel meer dan dat. Vals getuigenis, dat deed je in een rechtbank. Dan zei je iets waardoor je die ander benadeelde. Nou, al zou je alleen dit ene gebod hebben, dan zou je ook kunnen zeggen, ik ben niet waard dat u bij mij over de vloer komt, toch? Ik durfde niet zomaar naar u toe te komen. Die mond van ons, die maakt wat klaar. Om over het begeren maar te zwijgen. Een mevrouw, ze komt hier niet op zondag in de kerk, maar ze woont hier maar 100 meter vandaan. Weet je wat ze zei?
En ze zei het echt, niet omdat het hoorde. Niet omdat het goed klonk. Weet je wat ze zei? Als ik dit zie, dan ben ik gewoon een nul. En ze had zich eerst een 8 gegeven. Nou, dan zetten we dat hier neer. En het is allebei waar. Die 7,5, die maakt. Of die 7,5 is waar en die 0 is waar. Die 7,5, die maakt die 0 niet ongedaan. En die 0 zet geen streep door die 7,5. Vergeet een beetje te begrijpen. Je bent gewoon een goed mens. En daar doen we geen woord van af. En dat mag je ook zijn en wees het vooral. Maar voor Gods aangezicht zit je zomaar met tekorten. Ik ben niet waard. Toch? En soms is het heel goed even te kijken in de spiegel. Net zo eerlijk te worden als die Romein. Nee, en dat niet om daarin te blijven hangen natuurlijk. Hè? En dan ga ik weer even de preekstoel op. Want wat doet die man? Die houdt de dingen gewoon bij elkaar. Eigenlijk hoort dat ook, hè? Als je deze twee dingen nou bij elkaar houdt, dan kom je ook in evenwicht als mens. Dan word je gewoon eerlijk. En klopt het. Je bent goed, je hebt een 7,5, een 8, een 9 desnoods, prima. En intussen voor God, zelfs al had je, ja, al is er intussen het nodige tussen gebeurd tussen hem en jou. Weet je, mankeert nog zat aan. En dat is niet om zo maar een beetje moeilijk en zwaar te doen, gewichtig en vroom. Dat is gewoon de werkelijkheid. Toch? Ik vind het mooi dat die man, zonder dat hij daarbij opgevoed is, omdat hij vond dat dat hoorde, dat hij dat gewoon beleidt. Prachtige man. Niet alleen een goede man, ook een eerlijke man. Prachtige man. En dat is nou precies wat God bedoelt. Dat je zelf niet slechter loopt te maken, maar dat je zelf ook niet loopt op te pimpen en mooier loopt te maken. En wat doet hij dan? Een regelrecht beroep op Jezus. En dat vind ik het mooiste. Hè? Al zegt hij, ik ben niet het niet waard dat u bij mij onder dak komt. Hij zegt niet, nou ga mijn deur maar voor bij, want ik verdien het niet. Nee, hij zegt, één woord van u. Dat heil, dat wat u voor mij hebt. Uw genade, genezing voor die hij slaaf. Ik kom erom, ik doe er een beroep op. Want ik geloof dat u de ontfermende bent, goed genoeg, genadig genoeg. Dat is mooi. Dat is mooi. Weet u hoe dat bij ons vaak gaat? En ik kijk maar gewoon naar mezelf. Als wij voor onszelf een goede dag hebben, ook richting God, denken, nou dan geloof ik wel dat het restje waarin wij te kort schoten, dat hij dat dan wel kan vergeven. En als je een keer een hele slechte dag hebt, en dat heb je ook wel eens, hè? Dan denk je, God, ik durf niet eens u onder ogen te komen. Dan ben je zomaar geneigd om te denken, ja, maar nu is het niet eerlijk om te vragen om genade en om vergeving. En dan sla je het over en dan, ja, de volgende dag, dan weet je ook niet meer waar je beginnen moet. En dan gaat het zomaar, dan raak je zomaar bij hem en zijn genade vandaan. Dan voel je jezelf er te slecht voor. Weet u waar het nou op aankomt? Op die goede dagen, geloof dat maar. En als je even stil wordt voor God, dan weet je het ook. Heb je het minder verdiend dan je denkt.
en blijf je aangewezen op zijn genade. En op de slechte dagen, zelfs op de slechtste dagen, dat je denkt, nu hoef ik niet meer aan te komen. Ik durf hem niet meer onder de ogen te komen. En laat maar even allemaal. Op de slechtste dagen, dat kan ik je verzekeren, is zijn genade meer dan genoeg. Want hij is altijd op ieders tekort berekend. Wat er ook aan schort. Dat is mooi, vind je niet? En dat gelooft die man. Ik weet niet precies wat er in zijn leven allemaal omging en wat er in zijn hart omging. Is ook helemaal niet zo belangrijk. Dat gelooft die man. Vandaar, ik ben het niet waard dat u bij mij onder het dak zou komen. Mankeert genoeg aan. Te veel en toch. Spreek één woord. En doe die zomer een beroep. Op het hart en de hand van Jezus. Op zijn ontferming. Op zijn macht. Mooi, hè? Want, zegt hij. Ja, en dan gebruikt hij gewoon een voorbereid leven van alle dag. Ik ben ook een meneer, een heer. Een hoofdman. Een centurion. En ik hoef maar te zeggen, ga tegen een soldaat en hij gaat. Of kom en hij komt. Of tegen een slaaf, doe dat en hij doet het. En als ik dat al zeggen kan, hoeveel te meer dan u. Misschien kende hij de woorden wel. In ieder geval, hij was doordrongen van de werkelijkheid. Hij gebiedt en het staat. Hij spreekt en het is. Het woord van God, dat is niet zomaar een woord in de ruimte. Het woord van God schept een werkelijkheid, een andere werkelijkheid, midden in onze werkelijkheid. Eén woord van u en mijn knecht zal genezen zijn. U keert de werkelijkheid om door het ene woord dat u zelf spreekt. Daar mogen wij van leven. En dat woord is intussen gegeven. Welk woord? Nou, dat Gods barmhartigheid geen einde heeft. En dat als wij onze zonden belijden, hij getrouw is en rechtvaardig, dat hij vergeeft. En dat het zo erg niet kan wezen, of dat het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt van alle zonden. Dat zijn woorden van God, die werkelijkheid. En met dat jij daar een beroep op doet. Gewoon knielt, ophoudt. Te goed te wezen of te slecht. Maar gewoon eerlijk. Met dat jij daar een beroep op doet. Dan zal dit woord, dat woord van hem, wat hij gesproken heeft. Dat zal de werkelijkheid zijn. De waarheid over jouw leven. Ik sta er elke morgen in op. U bent de barmhartige. Zo waarachtig als u het mij hebt toegezegd. Uw genade is genoeg. Zo waar ik met Christus gestorven ben en opgestaan. Dat is uw woord over mijn leven. Dat is de werkelijkheid van mijn bestaan. Wat er ook aan schort. Ik verdien het niet. Nee, ik verdien het nooit. Ik verdien het nooit. Een keer zei een meneer tegen mij. Ach, dominee, ik verdien helemaal niks. En dat zei hij zo vaak dat ik op een dag zei. Meneer, u bent geen uitzondering hoor. Dat is gewoon de regel. Ophouden met alle vrome praat. En in die eerlijkheid voor God gaan staan. En dan daar middenin, net als die man hier, de werkelijkheid laten gelden van wat hij zegt en zei. En het hem, ja, helemaal afgaan op dat woord van hem. U spreekt en het is uw gebied. Het staat één woord van u. U hebt uw woord gegeven. Ik heb het zelf van u vernomen. Hier, zwart op wit aan mij. Dit. Dat uw barmhartigheid geen einde heeft, daar hou ik u aan. Dat uw genade voor mij genoeg is, ik met hem gestorven en opgestaan, daar leef ik in. Ik voel het niet, maar het is wel de waarheid, omdat u het zegt. En daarbij uw geest in mij, mij toegezegd. Dat u door uw geest, ook vandaag, in mijn denken, in mijn doen, in mijn laten, zelf de macht en de kracht hebt. Ja, om dat zieke, wat steeds weer de kop opsteekt om dat in mij te genezen. U bent er machtig genoeg voor. Prachtig, vindt u niet?
Je kunt het zelfs bidden voor je slaaf. Je kunt het bidden voor degene die jou gegeven zijn, van wie je houdt. Kinderen, kleinkinderen, een vriend, een vader, een moeder, een collega, een buur. Kom er maar mee. Als je een beetje hart hebt, niet alleen voor God, maar ook voor de ander. Breng de ander. En zeg, Heere, één woord van u. Ik hou u eraan. Aan wat u zei. Aan wat u beloofde. Het gebed om uw geest. Uw genade. Uw ontfermen. Eén woord. Dat woord van u. Dat zal waarheid zijn. Moet eens kijken wat hij doet. Hij zei, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet ontmoet, dat afging op mij, op mijn woord. Nee, dan krijg je niet altijd alles wat je hebt. U weet van onze eigen gezinsomstandigheden. Onze dochter, Marion. Ik ga er niet veel over zeggen, want ze vindt dat helemaal niet plezierig als ik haar als voorbeeld gebruik. Het gaat echt niet altijd zoals in dit verhaal. En toch, zo gaat het wel. Het gebed om zijn genade, zijn geest, zijn hart, zijn hand. Als één dat ervaart. In alle gebrokenheid. En zich gezien weet en geborgen en genezen. Dan zij. Ik ben er soms jaloers op. Het is maar wat je verstaat onder leven. Amen.